is het zwarte gat van de Uithof in Den Haag. En laten we het al hopen dat het vandaag meer wordt dan het zwarte gat. Dat Ieters misschien wel de vloek van Geleen gaat doorbreken in de finale van het landskampioenschap. Wedstrijd nummer 5 tegen Den Haag. Het is 2 tegen 2 in deze ontzettend spannende reeks. En u weet, het Geleense ijshockeyteam Ruiters Ieters wist nog nooit in de lange historie dat kampioenschap te winnen. Wel het bekertoernooi, maar nog nooit werden ze landskampioen. En dat is toch echt de hoofdprijs waar het vanavond om draait. Twee ploegen die ongelooflijk dicht bij elkaar liggen, zo bleek de afgelopen 4 wedstrijden. 2 keer won Den Haag in eigen huis, 2 keer won Geleen in eigen huis. Dit is de absolute finale. Marcel Hoeben staat naast me, Mr. Ieters. 6 finales gespeeld en nu ongelooflijk nerveus. Ja, tuurlijk. Ik zeg net al, je kan beter op het ijs staan. Maar ik ben wel heel erg optimistisch. De Ieters zijn niet als favoriet de finale gestart. Maar gaandeweg de finale hebben ze echt laten zien dat ze een beter hecht team zijn. Dat ze conditioneel beter zijn. En dat ze gewoon, denk ik, helemaal klaar zijn om vanavond de titel na 44 jaar naar Geleen te halen. Nu kennen we jou ook van het legendarische commentaar van de bekerfinale 2010. Toen Geleen in de allerlaatste seconde ook Den Haag wist te verslaan. En toen pakte ze de beker. Toen zei deze man, de Heer bestaat, God bestaat. Heb je vandaag nog een kruisje ergens neergelegd? Ja, we zijn in Wittem geweest. Maar hij is er weer bij vanavond, onze lieve Heer. Hij zit met Vaclav Sokhor aan een mooie pils met een Ietersjaal op de eerste rij. En ze gaan genieten van het ijshockeyfeest. Samen met de supporters hier en met alle luisteraars en kijkers in Limburg. En het gaat echt gebeuren, Sander, vanavond. En waarom ben je daar zo van ons overtuigd? Want in Den Haag is Den Haag vaak de betere gebleken. Dat is op papier ook een sterkere ploeg, een bredere selectie. Wat meer ervaring zit er ook vaak in. Technisch, fysiek iets sterker. Waarom ben je zo positief? Nou, fysiek zijn ze misschien wat sterker. Maar ik denk toch dat in de finale reeks Geleen heeft laten zien dat het over heel veel veerkracht beschikt. Dat ze conditioneel beter zijn, want de derde periode is, als toch echt, er wordt veel van die jongens gevraagd, want ze spelen met kleine kernen spelers. De conditie is beter, het loopt gewoon goed. Bij Den Haag loopt het niet echt goed. De mannen die daar het grote scorend vermogen hebben, die machine die hapert deze finale reeks. En natuurlijk is hun keeper niet erbij. Dat is belangrijk, hè? Patrick is niet van de partij opnieuw. Keeper is heel belangrijk, wij zien het zelf. Sami Heinonen is van ongelofelijke grote waarde voor het team van Geleen. Maar dat geldt ook voor hun keeper. En je zag toch de vorige wedstrijd in Geleen dat hun keeper nog niet bestand was tegen de druk. Dus als ze vol er tegenaan gaan en veel schoten richting goal gaan en ze maken 1 of 2 vroege goals, dan kunnen ze de wedstrijd goed naar de hand zetten. Je zegt de keeper van Den Haag zit erbij. Aan de andere kant, Geleen mist ook nog altijd de topscorer, net als vrijdag. Ian McDonald, ook dat is een aderlating. Tuurlijk is dat een aderlating, maar ze hebben op dit moment genoeg spelers in topvorm die wat dat kunnen, ja, die wat dat kunnen goedmaken. Dat is ook afgelopen vrijdag gebleken en het gaat gewoon helemaal goed komen, Sander. En we staan voor een vak met zo'n 400 Geleense supporters met bussen meegereisd. Heel veel mensen ook op eigen vervoer. Dat zal die ploeg zeker goed doen. Hè? Wat dat betreft een groot Geleense kolonne is meegekomen naar Den Haag. Tuurlijk, kijk, dat is heel belangrijk voor de jongens. Maar ze zijn al het hele jaar zijn ze gesteund door een enorm publiek. Ja, vandaag spelen we eigenlijk een thuiswedstrijd, ook al is het in Den Haag. Voor de spelers maakt het niks uit. Op het ijs is het een wedstrijd op zich. En of je nou in Den Haag speelt of hier. De kwaliteit van het ijs is hier zelfs beter. Dus voor het technisch beter team wat Geleen heeft, is dat ook nog eens een voordeel. Hij zegt 44 jaar Geleens ijshockey, nog nooit een landstitel. Vandaag wordt de vloek van Geleen opgeheven. Ja, alleen al daarvoor zou ik heel fijn vinden als wij toch vaak het lachertje worden genoemd omdat we nooit de titel hebben gehaald. Er zijn mensen die zijn al 20, 30 jaar bezig hier voor, om het ijshockey goed leven te houden. Ja. Gewoon voor die mensen, voor het bestuur, voor de spelers, voor iedereen. Is gewoon heel belangrijk dat we dit jaar afmaken. En we hebben er denk ik nog nooit zo goed voor gestaan de afgelopen jaren. Nog even voor de wedstrijd. Geleen, zo zei de trainer ook, verwacht een heel snel offensief. Den Haag zal heel snel uit de startblokken willen schieten. Hoe moet je dat gaan pareren? Geleen moet gewoon zijn eigen spel spelen. Den Haag doet eigenlijk al de hele playoff serie zich een beetje aanpassen aan Geleen. Geleen moet lekker hoog tempo spelen. Nogmaals, veel schoten op goal. Gewoon goed uitverdedigen en er gewoon staan. En ze moeten zich niet laten gek maken door onbezonnen acties
van spelers van Den Haag die waarschijnlijk zullen proberen om met hun fysieke kracht het gelezen spel te ontregelen. Je hebt er vertrouwen in, hè? Ja, heel veel. Ga eens zien. Ga in je commentaarpositie. Spelers van Den Haag komen het ijs op. En ook de spelers van Geleen. U hoort het op de achtergrond. Het geluid van de 400 Geleense meegereisde fans. Met de fakkels staan ze hier in de lucht om de ploeg aan te moedigen. Het moet gaan gebeuren, zegt Marcel Hoepen. De vloek van Geleen wordt opgeheven. Voor het eerst in 44 jaar een landstitel. Wie weet gaat het vanavond gebeuren. Het kan een hele historische avond worden. De wedstrijd, de eerste periode tussen Geleen in het wit en Den Haag in het blauw. Met het commentaar van Marcel Hoepen en Bas van Welkum. Het moet vanavond gaan gebeuren zoals Marcel Hoepen zegt. Het is game 5. De beslissing gaat vandaag vallen. We kunnen het kort de opstelling aan beide kanten zijn een klein beetje gewijzigd. We hadden het er al over vooraan van de wedstrijd dat Patrick niet speelt. De goalie van Den Haag. Dat is een hele belangrijke speler voor die ploeg. In het doel nu Fabian Schotel, die was er vrijdag in Geleen ook bij toen Geleen met 5-2 wist te winnen, 5 keer scoren. Dat betekent misschien wel veel goeds voor Eaters, maar aan de andere kant heeft Eaters ook geen compleet team. Ian McDonald is er vandaag opnieuw niet bij en dat is wel een forse aderlating voor de coach van Geleen, voor Chris Eimers. We gaan ons klaarmaken voor de eerste periode. De spelers gaan naar de bank. Terwijl Schotel nog wordt succes gewenst door zijn eigen spelers. Sammy Heinonen, de belangrijke man aan de kant van Eaters. Hij is er weer bij. Hij moet er ook staan, want hij met zo'n keeper als Sammy Heinonen win je wedstrijden. Hij is onlangs uitgeroepen tot beste goalie van Nederland. En dat is ook wel gebleken in deze playoff serie tegen Den Haag. Het is 2-2. We zijn 60 zuivere speelminuten verwijderd van het antwoord wie zich de beste van Nederland mag noemen. De wedstrijd staat onder leiding van de scheidsrechter De Wilde. Hij is er weer bij. Martin De Wilde en Sven Bergmans. Zij zullen deze wedstrijd leiden. Chris Eimers, de coach van Geleen, zegt Den Haag zal fors uit de startblokken komen en dat gaan we nu zien. Burkholder met TJ Keek en meteen naar de eerste kans van de wedstrijd. David Burgess, die afgelopen vrijdag een zware partij had. Hij werd fors achterna gezeten door Brian Mullally. En de eerste glove save is van Schotel. Hij zal toch wel met enige zenuwen aan deze wedstrijd beginnen, deze Schotel. Maar met 5 tegendoelpunten in de eerste periode, of in de vorige wedstrijd, dan zit je toch niet lekker in de wedstrijd. Hij zal moeten vertrouwen op zijn eigen verdedigers. Die het overigens prima doen. Dit is Collymore. Aan de blauwe lijn, dat is offside. Chris Eimers zei voor aanvang van de wedstrijd dat ze Den Haag moeten laten komen en in de derde periode het eigenlijk afmaken als het ware. Juist omdat het team eigenlijk de meeste inhoud heeft lichamelijk. Ja, Den Haag is zeker een team wat heel erg fysiek is. Het zijn allemaal grote sterke spelers. We hebben ook een groot scorend vermogen. Maar Geleen is op dit moment veel behendiger en veel sneller in de kleine combinaties. De mooie schot al. Hakim Ramoel. Maar dat is wel de truc eigenlijk, hè? Je moet gewoon schieten op een goalie die misschien niet helemaal zeker in de wedstrijd zit. Nee, zeker. Je zag ook de vorige wedstrijd in Geleen zag je dat ze gewoon elk schot dat ze krijgen moet richting goal gaan. Er moet heel veel verkeer komen voor die keeper. De keeper is gewoon een beetje onzeker natuurlijk, komt ook door de vorige wedstrijd. Het is heel beladen allemaal voor hem. Ze moeten gewoon 1-2 doelpunten snel maken. Weer een mooi, ja, je ziet alles gaat gelijk op goal.
Okay. Een goede voorcheck. Niet te gek. Hartstikke goed. Een hele Geleense voorlijn. Dat is natuurlijk ook iets wat we al jaren niet meer hebben gezien, die luxe. Gewoon in een wedstrijd voor een kampioenschap, dat drie jongens uit Geleen in een toplijn staan en zich kunnen meten met de beste van Nederland en gewoon strijden om een kampioenschap. Hartstikke goed. Het leeft in Geleen, dat zie je ook aan het aantal fans dat meekomt. Ja, en het is natuurlijk ook wat als je de eerste keer in 44 jaar ijshockey die landstitel kan nemen. En de kans zit er zeker ook wel in. Ik moet zeggen dat Den Haag best ook goed aan de wedstrijd begint. Ze zijn goed agressief, hebben ook veel druk. Maar Geleen maakt op dit moment een hele goede... Oh, daar komt de eerste straf. De arm van... Komt de eerste straf. Dat was een beetje een ongelukkige situatie. Een high sticking in het gezicht. Je ziet ook dat de speler van Den Haag heel theatraal doet. Om zeker ervan te zijn dat de scheidsrechter het ziet. Dat is natuurlijk jammer. Mike Luby is een hele belangrijke verdediger. Hij is twee minuten er niet bij. Powerplay dus voor Den Haag. Dit zijn de kansen die je eigenlijk moet benutten in een wedstrijd. Om de wedstrijd naar je toe te trekken. De Veeshof wordt gewonnen aan de blauwe lijn. John Gordon met een ongelooflijk harde schot aan de blauwe lijn. Ja. Hij ziet er niet uit dat hij maar 26 jaar is, maar dat is hij toch echt. En nou aan de puck Silivanov, is de oude rot in het vak, is tevens de coach van dit team. Is een man van 42 jaar, heeft 8 jaar in de NHL gespeeld. In het hoogste niveau in Rusland gespeeld, dat is in Duitsland DEL gespeeld. Is gewoon een hele ervaren man op de powerplay. En ze hebben hun topscorer TJ Keek. Dat is de topscorer van Nederland. Die staat op de blauwe lijn. Dus ze hebben een hele goede powerplay. Maar tot nu toe in de series loopt de powerplay van Den Haag helemaal niet naar behoren. Vandaar ook dat ze toch weinig scoren. De powerplay van Den Haag zal nog ongeveer 1 minuut duren nu. Luby zit 1 minuut op de bank. En Ieters moet de puck bij zich houden om Den Haag niet de kans te geven om door te breken. Ja, dit is goed, hè? Als ze met wat druk kunnen zorgen dat Den Haag in het eigen vak blijft. Geleen speelt overigens deze serie een hele sterke powerplay. En penalty killing vooral, dat doen ze heel goed. Je zag het in de wedstrijd afgelopen vrijdag dat de eerste powerplay was meteen een doelpunt. Via Burgess die hem binnentikte. Ja. En dan krijg je wel de tegenstander wat onzekerder, want dan moeten ze gaan komen. Nou, het is nu vooral zaak om te zorgen dat Den Haag niet dat eerste doelpuntje maakt. Maar op dit moment gaat het allemaal heel goed. Dan moet ik zeggen dat Den Haag toch ook een lekker hoog tempo heeft te pakken. Redding is van Heinoon en de rebound wordt wel weggegeven. Maar daar is dan wel de verdediging van Geleen er weer bij om die vervolgens proberen weg te werken. Kijk, Den Haag probeert nou rustig in puckbezit, positie te kiezen en de puck rond te spelen. Maar Geleen zet toch goed druk, zodat de spelers niet te veel tijd hebben om rustig dat spel op te zetten. Elke keer als Den Haag een puck heeft, is er een man bij. Het zijn de laatste 15 seconden voor Luby op de strafbank. Dus de eerste powerplay wordt gekild nu. We zijn 4 minuten onderweg, op weg naar die eerste landtitel van Ruiters Ieters. 60 minuten nog verwijderd, nee, nog niet eens, nog minder verwijderd van het antwoord. Nou, de eerste penalty zijn ze goed doorgekomen. Dat is ook altijd een fijn gevoel voor spelers op de bank. Het is toch altijd even afwachten hoe dat gaat. Nou, ze hebben de eerste, zijn ze goed doorgekomen. Ze moeten nu op jacht gaan naar dat eerste doelpuntje. David Burgess maar weer aan de face-off. Die hem normaal gesproken eigenlijk altijd wel wint. Met Workman achterin. Het is natuurlijk een nieuw gecreëerde lijn wat dit is. Ja, alle drie de Canadese import voor. Door het ontbreken van Ian McDonald moest Chris Eimers schuiven met zijn lijnen. Ja, afgelopen vrijdag in Geleen heeft dat goed uitgepakt. Er was zelfs Kai Gillen nog niet erbij. Die is er nou ook erbij, dus ze hebben toch lichamelijk gezien iets... Oh, dat is een gevaarlijke lolly met Easter. Daar is de rebound. Dat is heel dicht bij een doelpunt. Maar Akeem Ramoel is dat. Akeem Ramoel die kan het overnemen. Er komt een straf. En zo gaan we de eerste powerplay van Ieters meemaken. Na een gevaarlijke aanval van Den Haag. En de overname van Ieters.
is dit Malali. Kiesel met het schot. Dan zie je die puck nog wel loskomen. Maar Smit, die krijgt hem er niet in. Aan deze steal, daar gaat het mis op center ice als Mulally het kan overnemen. Je ziet toch weer een mooie save. Mooie save van Sammy. Is net op tijd weggewerkt. Nou, de eerste powerplay. Goeie face-off. Nou, even rustig in puckbezit komen. Blauwe lijn. Dit is Luby. Het is zoeken naar een opening. Oh. Met Van Sloen die hem wel binnen... Ah, ja. Dan nog maar een keer schieten. Ja, dat is goed. We willen de snelheid erin houden. Nog anderhalve minuut powerplay. Luby. Op Van Sloen. Het is zoeken naar die opening. Het komt daar het schot en op zoek naar de rebound. Goeie paas door het midden van Lars, had hij goed gezien. Toch altijd zorgen dat een man voor de goal staat, voor de keeper staat om het zicht weg te pakken. Dan heb je altijd kans dat hij dat de puck erin gaat. Het hoeft niet eens zo'n hard schot te zijn. Hakim Ramoul die toch al een paar doelpunten heeft meegepikt in deze finale serie tegen Den Haag. Ja. Afgelopen Hakim... vrijdag scoorde hij nog een prima goal. Hakim speelt heel sterk op dit moment. Maar je ziet ook in deze finale serie, het is 2-2, dat is ook sowieso al mooi dat in het finale ook echt 5 wedstrijden nodig zijn om het landskampioenschap te beslissen. Maar Ieters lijkt al te pieken op het goede moment. Ze spelen steeds beter en raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Ja. Maar het is toch Den Haag, de regerend landskampioen. Ze wonnen de beker dit jaar. Ze hebben ten koste van Geleen de Noord-Sea Cup ook gewonnen dit jaar. Dus in principe alle prijzen behalve de Ron Bertelingschaal. Verdedigende werk van Den Haag. Het is afwachten of de spelers van Den Haag Sammy Heinonen vandaag met rust laten. Het is toch de belangrijkste man in het team van Ieters. En je zag de afgelopen wedstrijden dat Den Haag hard speelde. Afgelopen vrijdag stond Den Haag met 5-2 achter. En ze wisten dat er niks meer te halen was. Maar dan gaan ze vervolgens wel met elkaar op de vuist. Om vandaag voor wat stress te zorgen. Dat mensen wat angstig worden. Dat de spelers misschien wel wat pijntjes krijgen. Zoals Ian McDonald er nu niet bij kan zijn. Na een vechtpartij in de wedstrijd, in de vorige uitwedstrijd hier in de Uithof. Nou ja Bas, kijk. Maar dat is natuurlijk ook. Dat geeft ook al aan dat Den Haag het op ijshockey in het gebied. Er niet meer zeker van is. Hè? Voor de finale waren ze misschien absoluut de favoriet. En dat zijn ze misschien als je de poppetjes op papier zet. Maar wat hier op het ijs laten zien is, het, zie je toch echt dat Geleen conditioneel in al die wedstrijden de betere conditie is dan Den Haag. De powerplay van Den Haag, wat een heel belangrijk wapen is voor hun, loopt niet optimaal. Nou, en dan nou ook nog het verlies van hun eerste keeper. Nou, dat knaagt aan het zelfvertrouwen. En als hun dan door grove charges belangrijke spelers van Geleen eruit zouden kunnen halen, ja, dat is ook een manier. Het is misschien niet dé manier, maar het is wel een manier. Wil je kampioen worden, ja, dan moet je dat allemaal incalculeren, want dat kan allemaal gebeuren. Terwijl Den Haag de powerplay ook heeft overleefd. Weer een rebound die wordt weggegeven door het midden. Dat is doorgaans heel gevaarlijk. Als je dan een rebound weggeeft, probeer dan de puck naar de zijkanten te krijgen. Zodat hij niet makkelijk wordt binnengetikt. Maar Den Haag drukt. En de verdedigers van Geleen moeten toch hun werk doen met Workman. John Gordon komt inschaatsen. Nou, dit zijn twee leuke lijnen tegen elkaar gewaagd. Dus van Den Haag is het ook een hele Nederlandse voorlijn. Bij allemaal talentvolle spelers. Jan-Jaap Nat is natuurlijk al wat ouder. Het zijn ook jonge jongens. Net als Jeffrey en Hakim en Lars. Het is toch mooi dat 6 van die Nederlandse jongens hier op het hoogste niveau zo'n finale spelen. Het kantje was van Jan-Jaap Nat ook een Nederlander. Een Rotterdammer om precies te zijn. Maar de 7 is dan van Ramoul. En van Heinonen die het zichzelf net wel toch wel moeilijk maakt door die puck los te laten. Nou, Den Haag zet aan. Ieters heeft het even moeilijk. Dat is weer een rebound weggegeven. Ja, we zien nu nog twee jonge jongens op het ijs. Mooi schot. Oh, jammer. Die gaat voorlangs. Ja. Maar het lijkt een hele open wedstrijd te worden met Kai Gielen die er dus weer bij is na een schorsing van 2 wedstrijden. Het uitdelen van een kopstoot in de wedstrijd, ook tegen Den Haag, tegen Smit.
Deze Smit nu aan de puck. Goed doorgereden. TJ Cake, Malali die hem schieten kan. En Hein Onen. TJ Cake is dus eigen speler in het avondvak. Geleden is eigen speler die je niet te veel ruimte moet geven. Hele slimme, productieve speler. En samen met die Silivano enorm gevaarlijk. De wedstrijd tot nu toe is in goed evenwicht. Ik kan niet zeggen dat er één team domineert. Er zijn een paar kansjes geweest voor Den Haag. Geleden heeft ook een paar schoten op goal gehad. Maar is nog niet echt doelgevaarlijk geweest. Ik vind zullen wat meer gerichte schoten op goal moeten gaan maken. TJ Kijk weer met een prima kans voor Den Haag. Mooie save van Sammy weer. Goeie save, maar ook een mooi opgezette aanval. En nu aan de andere kant dan met Hakim Ramoel, Lars van Sloen. Ramoel kan hem overnemen. Aan de blauwe lijn is het Workman, die maar schieten gaat. En daar is hij weer, TJ King, de Canadees, 30 jaar. John Gordon komt in en voorlangs. Heel goed in het midden gebleven van Jeffrey van Iersel. Op die manier dwong hij toch TJ King tot zelf te schieten. Nou, de keeper die heeft dan, die stond goed opgesteld. Dus het is niet zo dat er makkelijk een paasje naar de opkomende aanvaller kon. Dus heel goed gedaan van Jeff. Malali met Burgess. Burgess. Die ook wel wat bonte blauw was na de afgelopen wedstrijd. Hij kreeg het zwaar in de stok met Malali die de hele wedstrijd achter hem aan zat. Ik zag hem net voor de wedstrijd. Hij had toch wel een blauwe oog en wat wondjes in zijn gezicht. Maar hij is er weer bij. Nou, kijk, de spelers van Den Haag die zien ook hoe belangrijk een David Burgess in dit team is. Hè? Het is wel een aanvaller die niet alleen doelgevaarlijk is, maar heel veel aanvallen opzet vanuit het eigen vak. Het puck verdeeld als een echte quarterback. Nou, we zien een hele mooie save daar. Hè, als een quarterback het spel verdeelt en hun weten gewoon, nou, als je die schakel eruit zou kunnen halen, nou ja, dan is Geleen echt gehavend. Ja, Marco Posma aan de puck. De man uit Leeuwarden, die Chris Eimers nog kent van zijn tijd bij Nijmegen. Een sterke speler die ook vaak trefzeker is. Zeker ook in de rebound. Burgess neemt over. Burgess weer. De paas. Mooie paas op Collymore. Collymore moet schieten. Daar is de rebound, maar heel die wordt niet opgepikt. Mooie aanval. Weer mooi opgezet door David Burgess vanuit het eigen vak. Een goed laag schot van Collymore. Nou, tot nu toe maakt de keeper van Den Haag een stabiele indruk. Den Haag blijft toch aan de deur kloppen van Geleen. Er wordt een speler onderuit gehaald, maar de scheidsrechter houdt zijn arm omlaag. Nog geen powerplay dus voor Den Haag. De tweede powerplay blijft uit. De puck verlaat het ijs, dus gaan we de face-off weer afwachten. We zitten op de helft van de eerste periode. Het publiek, je ziet het in de ogen van die Geleense fans. Ze zijn wel zenuwachtig, we weten ook dat het mogelijk is. Deze prima mogelijkheid van Collymore. Ook heel mooi. Is er, ja. Maar Schotelhout, zijn doel goed schoon ook. Ja, goed opgesteld ook. Malali kan opbouwen van achterin. Nou even de derde lijn voor Geleen erop. Dat is toch ook heel belangrijk, hè, zodat de spelers toch fris blijven. Het zijn toch lange wedstrijden. Zeker in dit hoge tempo is het toch belangrijk dat je met meerdere spelers het spel kan verdelen. Na vier zware wedstrijden achter elkaar. Ja. Twee keer uit winnen, twee keer uit verliezen, twee keer thuis winnen. En het zijn altijd wedstrijden geweest waarbij het heel dicht bij elkaar bleef. De eerste wedstrijd werd zelfs in penalty shots beslist in Den Haag. In voordeel van Den Haag. Wat dat betreft zijn het geen wedstrijden geweest die wat van tevoren al beslist waren, waardoor je een wedstrijd op je gemak kon uitspelen. Dat was altijd wel wat. Maar Chris Eimers, de coach van Geleen, die zei voor aanvang van de wedstrijd dat daarna heel hard zou komen. Terwijl hier weer opnieuw een schot van Silivanov, die Smit gaat onderuit. Het kan een kans zijn voor Eaters. Hier krijg je misschien een 2-1. Hij is ook goed verdedigd van Malali daar. Malali herkenbaar aan zijn bitje dat altijd uit zijn mond hangt.
Het spel van Ieters is nog niet zo verzorgd als het zijn moet. Hier krijgen we misschien de... Prachtige goal van Lachtersloen. Prachtige goal. Ja, dit is heel belangrijk. Dit is een heel belangrijk moment voor Geleen. Nog 8 minuten te spelen en het is toch een klap. Ik bedoel, Den Haag staat goed in de wedstrijd, maar Geleen komt toch hier via een mooie boarding pass van Burkholder op Lars. En hij ziet het gaatje en hij propt hem er bovenin. Prachtig goal. We kunnen ons die bekerfinale van 2010 herinneren toen ook Lars van Sloen de score opende. Het was een prima doelpunt. Kijk, je ziet hem kijken. Kijk, bam. Super. Hij heeft maar een klein gaatje nodig in het dak van het doel. Nou hopen we dat Geleen de goede flow te pakken heeft. Van Sloen heeft zich ontpopt door een hele belangrijke speler van Ieters. Ook een vaste waarde in het nationale team. Ja, Lars heeft zich ontzettend goed ontwikkeld. 2 jaar geleden is hij begonnen in de lijn onder leiding van Mike Pellegrims met Mike Forgy en David Burgess. En dat seizoen heeft hij echt zo'n geweldige stappen gemaakt. Het is een hele complete speler. Hij heeft een mooie schaatstechniek. Hij kan het fysiek aan. Hij heeft goed inzicht. Hij heeft conditioneel zit hij goed in elkaar. Hij is een van de sterkere Nederlandse spelers op dit moment in Nederland. De vraag is hoe Den Haag omgaat met de eerste klap die ze te verwerken kregen. De 1-0 van Lars van Sloen. Ieters kan hiervan profiteren als Den Haag ervan ondersteboven is. Maar dat lijkt vooralsnog niet de zaak te zijn. En heel goed verdedigd weer. Burkholder. Ontzettend een goede verdediger. Deze op weer in het aanvalspak van Den Haag. Met nog 7,5 minuten te spelen, iets meer. Burgess. Lars Engwegen. Een van de jonge jongens van Geleen. Dit is Mens. Dat is Kai Gielen. Kai Gielen die de pick-up goed de check afgemaakt van Lars. Het is toch altijd belangrijk dat de spelers ook weten als ze dadelijk weer de hoek in gaan. Hé, daar komt er een achter me aan, ik word gepakt. Altijd goed om de check af te maken. Kijk, net weer een kleine shift voor hun, maar die jongens zijn toch weer 20, 30 seconden die ze extra tijd hebben om te herstellen. Ja, een mooie boarding pass. Het doelpunt nog een keer zien van Lars van Sloen. Toch ook weer Burgess die daar weer aan de basis staat. Mulally met Cake. Gaan het center ice over. Cake schiet maar zelf. En dan zal gefloten. Van het harde spel van Den Haag, wat verwacht werd, is nog niet veel te zien. Den Haag zal willen opletten om niet te veel powerplays weg te geven. En met z'n allen met 5 spelers op het ijs blijven staan. Want zij weten ook dat Ieters een prima powerplay heeft. Ik denk zelf Bas dat het fysieke spel wat we kunnen verwachten van Den Haag. Dat je dat pas gaat zien als ze met een goal of 2-3 achter staan. En ze uit een ander vaatje moeten tappen. Ik denk dat je dan het provocerende spel krijgt wat we de laatste 2 wedstrijden gezien hebben. Vooral de laatste wedstrijd in Geleen. De Selivanov, de coach en ook speler van Den Haag. Met zijn 42 jaar herkenbaar en de helm zonder vizier. Daar hoeft het niet. Als je gelopen, wat is het, Marcel, voor 1970 geboren bent, hoeft dat niet meer. Ja, die oudere spelers die hoeven dat niet meer. Er zijn er niet meer zoveel op de banen, maar... Het is ook goed dat ze het nou zo hebben gedaan dat de spelers ze gewoon op moeten laten. Want het is toch een oogletsel, is toch zo gebeurd in deze snelle sport. Waar de sticks en de pucks in het rondvliegen. Met de zenuwen van die Geleense spelers zit het wel goed, geloof ik. Ik denk niet dat de spelers echt zenuwachtig zijn. Als je zelf bent aan het spelen, dan ben je daar niet zo mee bezig. Wel, misschien voor de wedstrijd heb je een gezonde wedstrijdspanning. Wat extra adrenaline, dat moet ook. Maar op het moment dat je bezig bent, dan ben je daar niet mee bezig.
zaak is om de pot dicht te houden voor het einde van deze eerste periode. We hebben andere finale wedstrijden tegen Den Haag gezien dat Den Haag nog langs zij kwam. Of zelfs de voorsprong nam net voor het verstrijken van een periode. En dat zijn vaak klappen die je moet verwerken weer in de kleedkamer. Dus het zou helemaal ideaal zijn als ze er nog in kunnen inprikken voor het verstrijken van deze laatste. Het zou super zijn als ze met een 2-3-0 voorsprong aan de thee kunnen. Maar je ziet toch op dit moment dat Den Haag niet meer dat tempo heeft van de eerste 5-10 minuten. Maar de wedstrijd is wat mat, vind ik. Nou, nee, het is niet mat, maar ik vind dat Geleen heel goed verdedigend opgesteld staat. De spelers moeten van steeds verder gaan schieten. Waren ze net nog een paar keer met wat snelle combinaties tot in het aanvalsvak. Nou, ook die TJ Kik, die zie je toch nou wel vaker wat van die lange afstandsschoten plaatsen. Om toch maar wat gevaar op het doel te krijgen. Dus op dit moment staat Geleen verdedigend weer heel goed. Daar een beetje geluk. Puk gaat voorlangs, maar daarna kan er niet van profiteren met Mulally en de Puk. Heeft twee man bij zich. Het schot dan maar weer op afstand en weer Heinonen. Klem vast. En als hij hem vasthoudt, dan gaan we dus weer wachten op de volgende face-off in het aanvalsvak van Den Haag. De Posma. Belangrijke speler in het team. Hier zie je de Puk. Je gaat door de benen van Sammy. Maar gelukkig gaat hij voorlangs. Dat is natuurlijk wel een foutje. Dat zij hem vergeven. Een belangrijke face-off weer. Ja. Mooie uitbraak. Dit is Lars Engwegen. Ook een jonge die dit jaar voor het eerst echt de kans heeft gekregen om mee te gaan. Oh, dat is een goede steal. Interceptie van David Burgess. Dat was een goede kans voor Burgess. Heel mooi gedaan van David. Het was niet eens echt een save van de keeper. Hij schoot tegen de bovenkant van de stick. Je ziet hem om zich heen kijken dat hij is alleen, dus hij zal zelf moeten schieten. Hij kan geen gebruik maken van medespelers. Die David Burgess die erbij was ook in de bekerfinale 2 jaar geleden en hem dus won. Hij stond op het ijs, hij won de face-off en hij was er dus bij. Met een prima schot, opnieuw een doelpunt. En alweer Sean Collymore. Wat een ongelooflijk goed moment om nu de 2-0 te maken. Dus het is een heel belangrijk moment. Het is 2-0, 5 minuten nog te spelen in de tweede periode. Eerste periode. Vlak voor. Hij staat rechts voor de goalie van Den Haag, Schotel, die hem niet ziet komen. Een prima voorsprong voor de Geleense formatie van deze Chris Eimers. De puck blijft liggen. Goed gewonnen powerplay weer van Burgess. Houdt het over zich, snel schieten, rechtsonder. En blij is hij, en dat mag. Een hele belangrijke goal is dit voor de Eagles. Dan ben ik eigenlijk benieuwd hoe Den Haag nou de komende minuten gaat spelen. Dan offside. 2-0. Deze voorsprong, dat is. Wat is dat? Dat is een luxe. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Het is niet zo dat je nou achteruit kan doen. Ze moeten gewoon lekker door blijven gaan. De keeper heeft nou toch al op tijd van een paar minuten 2 doelpunten tegengekregen. Dus ja, het is een jonge jongen. De mentale veerkracht en de ervaring is niet zo groot. Burgess, hier gaan de blauwe lijn over. Het kan 3-2 worden. Hij heeft de man bij zich. Zeg je dat heel mooi aangenomen was van Luby? Dit zijn wel momenten die je moet proberen te nemen. De puck was te hoog. En Burgess weer tegen de boarding in de kreukels. Ja, Burgess toch alweer bij alle twee de doelpunten, de beslissende aangever. Kijk, hier ook een hele moeilijke paas, maar toch Luby krijgt het toch voor elkaar om onder controle te houden. Ja, dan ben je echt wel een hockeyertje hoor. Meteen de spelers eromheen om elkaar te beschermen en elkaar bij te staan mocht er iets gebeuren. En dat is zeker geen overbodige luxe bij een ploeg als Den Haag met Demmelen. De Melina is toch ook een jongen die vorig jaar een van de topscorers was van Nederland. Maar dit jaar toch. Een doelpunt! En hij maakt hier de 2-1. De vorige wedstrijd hier in Den Haag maakte hij de beslissende doelpunt. Maar ook dit is een heel belangrijk doelpunt voor Den Haag. Ze doen weer helemaal mee. Met nog 4,5 minuten te spelen is het een vervelend moment voor Eaters. Ja. Dus toch Tony De Melina die hier.
pukje terugkrijgt van Jan-Jaap Natte. Die misschien dan toch iets te veel ruimte krijgt om nog voor de goal te draaien. Ja, een beetje een ongelukkige goal. Een jongen die eigenlijk de laatste weken helemaal niet meer zo in vorm is. Vorig jaar maakte hij veel meer doelpunten. Maar nou toch een hele belangrijke goal maakt voor Den Haag. Tony Demmelin, ook een jongen van Nederland. En uit Den Haag komt hij, 24 jaar. Nou, het is toch weer een belangrijk moment in de wedstrijd. We staan nog altijd voor. Burkholder. Op Burgess, die laat hem lopen. Daar is hij, Selivanov. Met TJ Cake die erbij is in de voorin. De gevaarlijke Cake, topscorer van Nederland. Canadees. Collymore bouwt op aan de linkerkant met Matt Glesser. Ja. Burgess die als enige blijft doorjagen, de rest gaat wisselen. Korthuis. En Van Sloen achter die puck aan. Met Sochan. Ja, dat is goed. Lars laat zich niet verleiden door achter de goal aan te gaan. Marco Posma, een gevaarlijke positie, die gaat voor de wraparound. Voorzichtig jongens, voorzichtig. En je moet de kopjes voorbij houden. Goed blijven verdedigen. Kijk. Jeffrey van Iersel en Hakim Ramoul neemt over. De kracht van Den Haag is natuurlijk wel dat het spelers heeft die veel ervaring hebben. Dus wel goed met druk om kunnen gaan. Nou, de laatste paar minuutjes heeft Den Haag toch, na die tweede goal zijn ze niet weggevallen. Dat is toch... Dat is een goede mogelijkheid hoor dit. Goed blijven draaien. We krijgen hier een dubbele straf. Hakim Ramoul gaat de strafbank in. Er zal geen voordeel zijn op het ijs. Blijft gewoon 5 tegen 5. Hakim Ramoul. Een Gleense jongen. Ja, afgelopen 2 jaar in Eindhoven gespeeld. Is een jaar in Nijmegen geweest. Is daar ook landskampioen geworden. Hij heeft de beker gewonnen met Nijmegen. En Bob de Pont moet zich ook melden op de strafbank. Hieters met 4 man op het ijs nu tegen 5 man van Den Haag. Hakim heeft een dubbele minor gekregen. Een dubbele minor wil zeggen 2 keer 2 minuten. Ja. Ook een vervelend moment. Het is 3 minuten voor het einde van deze eerste periode. Hieters moet die voorsprong vast proberen te houden. Want als het nu weer gelijk komt in deze powerplay, dat zou heel ongelukkig zijn. Ja, de wedstrijd is nog zeker niet gespeeld. Ik moet zeggen, het gaat echt op en neer. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, Den Haag is een stukje beter. Op een gegeven moment heeft Geleen toch de wedstrijd naar zich toe getrokken. Maar Den Haag laat toch ook nog wel wat veerkracht zien. Nou, Den Haag probeert nou weer een powerplay op te zetten. TJ Cake in de hoek. Melalli meldt zich voor het doel. Heino en op de knieën. We zitten in de laatste 3 minuten van de eerste periode. Het is nog 3 minuten vasthouden om weer even op te laden tijdens de rust. Kwartiertje rust. Maar deze minuten zijn cruciaal. Nog belangrijk voor de jongens even een beetje een rust pakken. Even goed op adem komen. Nou, een belangrijke face-off. Ja, wordt weer gewonnen. Wordt net niet weggewerkt. De druk blijft goed erop zitten. Ja, goed gezien van Glazer. De wissel. Gordon met de lange paal. Ja, daar komt David Burgess weer. Goede penalty killing tot dusver van Geleen. Op dit moment heeft Den Haag niet echt de mogelijkheid om gevaarlijk te worden in het eigen vak. Dan wordt de speler onderuit gehaald. Dat wordt vervolgens niet bestraft door de scheidsrechters.
Den Haag blijft het puckbezit en Den Haag blijft gevaarlijk. De laatste twee minuten zijn ingegaan. Nog anderhalve minuut te spelen met het schot van John Gordon. De puck die blijft dan een beetje hangen daar voor de goal. Maar hij kan wel nog worden weggewerkt. Ja, met Workman met het laatste setje. Dus alle spelers weer opnieuw het aanvalsvak uit. Dan moeten we uitkijken voor een snelle rebreak. Kijk aan de blauwe lijn. Geeft hem over op Gordon. En dat is dan een soort honkbal van Burgess die hem nog weer uit de lucht weet te tikken. De armen blijven vooralsnog op laag van de scheidsrechters. Dus ook dit wordt niet bestraft. Ja, goed verdedigd van Luby. Blijft bij zijn man, maakt de check af. Zorgt dat hij niet een paasje naar achter kan geven. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Als Den Haag inmiddels aan de deur blijft kloppen. Maar Geleen is weer met vijf man. Goed, de puck weggewerkt. Selivanov. En Keek, die al veel op het ijs heeft gestaan vanavond. Ja, Den Haag speelt echt met een kleine kern. Den Haag heeft echt een paar mannen die wat continu op het ijs staan. Geleen heeft toch nog de mogelijkheid om af en toe nog wat jonge jongens erdoor te draaien. Zodat de spelers toch ook wat extra kunnen herstellen. Het is wel maar een risico wat je neemt. Ja, maar je ziet toch ook een David Burgess. Want die speelt toch ook ontzettend veel. Werkt zich overal doorheen. Enorme belangrijke speler voor Geleen. Een van de goede dingen die ze afgelopen jaar hebben gedaan door deze jongen die ook heel graag in Geleen wou keren na een jaartje Duitsland. Hij is gewoon maatschappelijk in Geleen helemaal op zijn plek. Hij vindt het een geweldig, hij wordt goed opgevallen met zijn familie. Dat is toch een behoorlijke beurt van Burgess. Die hij krijgt te verwerken van Matt Mullally. Die hebben elkaar al wedstrijden lang, zoeken die elkaar op. Ja, Mulhalli begint er ook een beetje een spelletje van te maken. Hij krijgt nu ook 2 minuten voor elbowing. Kijk, hartstikke terecht. Maar hij doet natuurlijk ook heel overdreven steeds. Burgess zegt het hem ook, je moet je niet zo aanstellen. Mulhalli op de strafbank, 2 minuutjes. Met de laatste 10 seconden van de wedstrijd. Die actie van Mulhalli was ook de reden dat Kai Gielen een matchpenalty kreeg. Dan liet hij ook een staaltje toneel zien van de eerste orde. Nou, toch een belangrijk moment voor Geleen. Zo vlak voor het einde. Zeker is dat de Eaters met een man meer aan de volgende periode zal beginnen. De powerplay zal niet de hele wedstrijd, zal niet deze periode blijven duren. De wedstrijd, het eerste gedeelte zit er nu op. De 20 minuten zijn voorbij met Eaters met een 2-1 voorsprong. Een prima uitgangspositie om de volgende periode in te gaan. De Collymore die de tweede treffer van Geleen maken. En Ray Gallagher, de assistent van Chris Eimers. Die voor het begin van de wedstrijd ook al liet weten dat hij er toch wel een beetje zenuwachtig voor was. Dit mooie doelpunt van Lars van Sloen. En Collymore die ook zo belangrijk is voor Geleen, die tikt hem hier binnen. We gaan naar de reclame en dan naar de analyse in de rust. Lars van Sloen valt in de armen van Jeffrey Mens, twee Geleense jongens en Sean Collymore. Ook hij tevreden na die 0-2. En dan lijkt alles in één keer heel goed te gaan, maar dan komt Den Haag weer terug. Je bent weer terug in de Uithof in Den Haag voor de finale, de apotheose om het landskampioenschap ijshockey, het kampioenschap. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat Geleen nog nooit haalde, maar dat nu zo heel dichtbij is. 1 keer van de 3x20 hebben we gehad. En het is 1-2. En wat is de eerste voorzichtige conclusie, Marcel? Nou ja, de conclusie is dat Den Haag speelt goed. Geleen speelt ook goed. Verdedigend zit het op zich goed in elkaar. Ik had eigenlijk gehoopt dat Geleen misschien wat meer schoten op de keeper van Den Haag zou hebben gehad. Omdat hij niet de eerste keeper is en hij iets minder sterk wordt geacht dan Patrick, die er niet bij is? Ja, nou ja, dat is de vorige wedstrijd hebben ze het zo gedaan. En nou, dat ging goed. Maar ja, goed. Kansen moet je wel creëren. De eerste 5 minuutjes zou ik zeggen waren voor Den Haag. Den Haag heeft Geleen het goed overgepakt. Ja, natuurlijk het resultaat was een prachtige goal. Laten we die goal eens even bekijken en analyseren vanuit jouw optiek. Hier komt hij.
Het is al heel goed uitverdedigd van Burkholder via de boarding. Dan neem je weinig risico. David Burgess, hij heeft weer het overzicht zoals hij altijd aan de basis staat. Lars die kijkt, blijft rustig. Hij kan misschien nog passen, maar hij ziet gewoon het gat boven de glove hand. En hij schiet hem er geweldig in. Versloen kiest overigens voor de handschoenhoek eigenlijk. Normaal zou je zeggen, dat is vaak de hoek die de keeper heel makkelijk kan hebben. Een beetje risicootje. Nou, ik denk dat hij het vertrouwen heeft. Hij weet dat hij een goed schot heeft. Hij stond in een goede angle vanaf die kant. Hij is bewust niet gegaan voor de paas. En hij had daar een mooi hoekje vrij. Ik zeg al, de keeper heeft niet zo'n snelle glove. Hele mooie goal. Goeie goal. Dus Geleen komt dan op 1-0 voorsprong. En dan gaat het alleen maar beter. Het voelt zich gesterkt door die zege, door die voorsprong. Zeker hier op vreemde boten, waar ze in het verleden toch moeite hadden met Den Haag. Gaat het nu in één keer goed. In één keer komt dan die 2-0 ook al vrij snel vallen. En dan ziet in één keer de wereld heel gunstig uit. Laten we eens even kijken naar die 2-0 van Geleen. Dit is de actie, de face-off. Face-off en een beetje rommelig, maar David Burgess blijft het overzicht bewaren. Je ziet dat de puck zeker 5 seconden blijft liggen. Ja, een heel snel schot van Collymore. De vorige wedstrijd scoorde die ook al vanaf het centrum van het aanvalsvak. Gewoon een snel schot over het ijs. Ja, prachtige goal. Sean Collymore overigens, het hele seizoen een hele aardige speler. Maar lijkt zo'n echte Canadees die in de playoffs, als het er echt om draait, een beetje boven zichzelf uitstijgt. Een van de spelbepalende spelers, samen met Burgess misschien wel, in deze wedstrijd. Ja, ik denk dat Collymore is de drager van normaal gesproken de tweede lijn. Hè? Met zijn rushes, met zijn ontzettend goed, hoe die de puck verdeelt op. Hij is sterk, hij is overal aanwezig. Hij is een hele goede center. Die inderdaad nou ook op het juiste moment piekt. Maar ik denk dat de meeste spelers van Geleen dit jaar op het goede moment pieken. Nog één keer de face-off dus, die rommelige fase. Geleen het op en Collymore, die twijfelt nog geen moment, ik meteen schieten nu. Nee, maar ja, dat wat jij zegt, hè, meteen de keeper onder vuur nemen. Dat is, je moet zo snel mogelijk schieten. De keeper niet de kans geven om goed zicht te krijgen op de positie. Ja, dat is gewoon een hartstikke mooie goal. Dan denk je 0-2, niks aan de hand, proberen uit te spelen en doorgaan in de tweede periode. En dan valt er in één keer eigenlijk een hele onnodige, rare goal eigenlijk. Een goal die eigenlijk Samia Heino zelden laat zien dat hij hem zo laat glippen. Ja, nou ja, goed. Het is, kijk, daarna komt de aanval en het is een combinatie van Demeline en Jan-Jaap Natte. Jan-Jaap Natte geeft hem terug aan Demeline en die kan dan eigenlijk, mag hij daar niet zo vrij met de puck voor de goal komen in het midden. Ja, en dan laat hij inderdaad de puck door de benen van Sammy verdwijnen. Laat niks verkeerd zijn van Sammy Heinonen zeggen. Dat is toch de goalie die Geleen er in deze fase van de competitie doorheen heeft gesleept. Misschien wel dankzij hem ook mede hier in deze finale en zover is gekomen. Maar dat zag niet lekker uit voor hem. Nee, dat was een ongelukkige goal. Je zag even van tevoren dat er ook een keer een schot van de zijkant ging, ook door de benen. Luister, dat kan altijd gebeuren. Sammy heeft ook een paar rebounds weggegeven, maar het is gewoon een hele stabiele keeper. En nogmaals, de eerste paar minuten was Den Haag gevaarlijk in het aanvalsvak. Maar die laatste 10 minuten heeft door goed defensief spel van Geleen, heeft Den Haag eigenlijk niet echt meer doelgevaarlijke kansen gehad. Schoten van ver af, ja, wel richting goal, maar niet echt de goede combinaties meer. Pas na die tweede goal begint Den Haag natuurlijk ook weer zich wat lekkerder te voelen. Den Haag is een aparte ploeg, hè? Die zijn zo gewend om te winnen. Die raken ook heel snel gefrustreerd, geïrriteerd als ze achter komen te staan. We zagen het ook in de laatste seconde van de eerste periode, dat Mullally, de grote Amerikaanse speler van Den Haag, toch weer naar de strafbak moet, omdat hij weer het nodig vindt om een tik uit te delen. Hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Nou ja, hij geeft daar wel een vieze elbowing aan David Burgess. Maar ja goed, Mullally weet ook dat David Burgess een van de belangrijkste schakels is in Geleen. Zo werkt het toch, die moet je uitschakelen. Goed zins of kwaad zins? Natuurlijk werkt het zo. Normaal gesproken wil je toch heel graag een speler van het kaliber van een David Burgess, wil je dan toch graag een gevoelige tik uitdelen. Zodat die een beetje uit balans raken of zodat ze toch wat angstiger worden ofzo. Maar toch, Den Haag moet de tweede periode starten met een mannetje minder, 1 minuut 50. Kan een lekker begin zijn voor Geleen. Je zag het ook in de vorige wedstrijd dat Geleen gelijk de eerste play-off, powerplay in de tweede periode verzilverde. Ja, het zou een heel belangrijk moment zijn om nou op 3-1 te komen. Maar ook dan geldt, moeten ze gewoon blijven doorgaan. Want alle wedstrijden in de series, het gaat zo. Het is zo close, het is zo'n werkijshockey. Het is niet altijd even mooi, maar dat is playoff hockey voor de titel nooit.
Hier is die elleboog toch echt vol in het gezicht van David Burgess. En die twee hadden het al aan de stok met elkaar afgelopen vrijdagavond. Toen ook in de slotfase nog een knokpartijtje werd uitgevoerd tussen beide twee heren. En die elkaar nu opnieuw weer opzoeken. Ja, nou ja, David Burgess wil hem daar ook een beetje belachelijk maken. Door de domme actie van Mullally, wat Kai Gielen een matchpenalty heeft veroorzaakt. Maar ja, goed. Dat hoort er wel bij. Dus. Ja. Je was vooraf zeer optimistisch. Je zegt, dit gaat goed komen vandaag. Je kwam hier naartoe, vlak aan het einde van de eerste periode, toch een beetje met een zorgelijk gezicht, terwijl je 1-2 voor staat. Je bent niet helemaal zeker nog. Nou ja, goed. Ik had misschien ook gehoopt dat er iets meer vuurwerk op hun keeper was geweest. Dat hij misschien toch wat onzekerder was geweest dan dat hij nou is. Op dit moment speelt Den Haag, moet ik zeggen, best goed. Het is wel zo dat Den Haag, denk ik, een grote kruid verschoten hebben. Den Haag heeft niet de conditie die Geleen heeft. Ik hoop dat ze nou de tweede periode nog alles uit de kast moeten halen, Den Haag. En dat ze dan toch ver opgebrand zijn. Geleen is toch echt conditioneel sterker. En ja, ik hoop toch nog op een snelle goal nou dadelijk. En dat ze toch goed verdedigend hun werk blijven doen. En Sammy zo solide blijft staan als dat hij de laatste weken gedaan heeft. Het ijs is bijna geveegd door de Zambonis hier in de Uithof. We gaan er weer even uit en we komen zo dadelijk bij terug voor periode nummer 2. Bij die 1-2 stand in het voordeel in deze allesbeslissende wedstrijd van Geleen. Put the puck behind the defense. Work down low. They suck down low. Shoot 5-4 this guy. 5-4 roll. Anything low. Every single roll 5-4. I want go to the net. And every time goes. Right wing, left wing, have a puck, half out. Another guy going flying to that. And stop on the front goal. Stop. Not just cruising. Just stop. Third man high all the time. Make sure when you have no cut here. Don't press too hard, boys. You're lost the tempo. Let's keep working. Yeah. You got some more luck. They can't keep this tempo. Because they only got 4 D.
Daar gaat een sigaar worden aangemaakt bij Hakim Ramoul. Die mag nu gerookt worden. Terwijl de beker, elke speler mag op zijn eigen momentje de beker omhoog houden. Hier Hakim Ramoul met de sigaar in de mond. En hij heeft hem verdiend hoor. Want ook hij heeft een bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Met een aantal doelpunten in deze finale serie. Die spannende finale serie. En we horen het toch wel een beetje in de stem van Chris Eimers. Hij was wel een beetje geëmotioneerd. En dat mag ook wel. En ook Marcel Hoep is inmiddels weggelopen van zijn commentaarpositie. Omdat ook hij hier uit het raam hangt te genieten van die beker die er omhoog wordt gehouden door al die spelers die het zo goed gedaan hebben dit seizoen. Fantastische prestatie voor... Dit is de vrouw van Hakim Ramoul en de dochter en het zoontje van Hakim. Daarna staat de vrouw van David Burgess ook te genieten. We gaan nog eens luisteren wat ze nog te vertellen hebben. We gaan naar Sander en Lars van Sloen. Lars van Sloen, 4 keer 11 hebben ze gezegd hier. 44 jaar lang heeft het geduurd tot die titel dan geleden kwam. En daar is hij dan. Dat wordt een lading, hè? Ja, dat is super. Echt schitterend. Ik denk dat we met het hele team hard voor gestreden hebben en ik denk dat de verdiende winnaar gewonnen heeft. In die serie 7-1 is ook nog een monsterscore hier in de Uithof. Zelden vertoond. Ja, monsterscore. Ik denk dat... Ja, zeker monsterscore. Ik denk dat het daarna op een gegeven moment aan de kopjes gingen hangen en wij bleven gewoon vol gas doorgaan. En, dat was gewoon super. Ik denk dat we met een heel team hard gewerkt hebben en dat loon naar werken. Vroeger naar de Chris Eimers, is dit misschien wel de titel van het collectief? Vind jij dat? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen hard gewerkt heeft. En ik denk, als je kijkt, hebben we een kwalitatief betere team. Maar ik denk, we hebben met z'n allen eigenlijk 5 wedstrijden erin geloofd en erin gewerkt. En ja, kijk, en iedereen geniet er nou van. Dus, het was een historische avond, nog nooit voorgekomen. Wordt het ook een historische nacht nog in geleden vanavond? Ja, een hele lange nacht gaan worden inderdaad. Geniet daarvan. Dankjewel, dankjewel. Lars van Sloen was dat. Prachtige speler. Geweldig speelt vanavond. Hij bezorgde onder andere de zege voor Ruiters Eaters. Voor de eerste keer in 44 jaar dat de geleedse ploeg de titel pakt. Nog nooit voorgekomen, maar 1 keer moet die band worden gebroken. En dat is vanavond gebeurd. De vloek van Geleen, hoeven we nooit meer over te hebben, die is voorbij. Ruiters Eaters wordt kampioen van Nederland in het seizoen 2011-2012. Met deze beelden gaan wij eruit. We verlaten hier met de Uithof, met de juichende spelers van Geleen. Fijne avond nog.